Hallo allemaal jongens en welkom bij deel 13 van Uncharted 4 jongens. We gaan gewoon weer verder kijken of we het graf van Avery hebben gevonden. Laten we kijken. Beautiful stonework, but no, dates don't match. Oké, 1659 tot 1699. Oké. 1659. Okay. Die gaan we zoeken. Cross cutlasses, skull and crossbones, and the date 1659 to 1699. We find a tombstone with all three, and we're in business. Well, let's desecrate some graves. Let's. Even kijken. Deze heeft het. Deze heeft het. Dit is een engel. Dat is hem niet. Dat is hem ook. Wat is er? Dit is hem niet. Deze heeft wat. Ik ben even spieken of er niet stiekem hier ook een graf verborgen zit. Nee. No, this is not the grave we're looking for. This one doesn't have a skull and crossbones. Skull and crossbones. Dus dat is een schedel met twee gekruiste botten. Missen we iets? Oh, hier zijn er nog meer. No swords. Oh, this isn't it. Deze wel. Even kijken. Here's some scripture for you. Be sure your sin will find you out. Just a friendly reminder that no one escapes judgment, huh? Ooh, the swords match. Let's see. Nope. Bad dates. It's sturdy. Daar is er nog een. Huh. Date is correct, but the swords are upside down. Wrong one. Deze dan? No, wrong date, and the swords don't match the scroll. Okay. Daar is er nog een, en daar nog een. Ja, dat is swords are match. So is the year. Sam, come here. Where'd you find it? Benjamin Bridgman. That's Avery's alias. Something odd about this skull, though. It's like it doesn't belong to the stone. Well, what's odd about it is that's not Avery's sigil. Oh, yeah, I mean, the skull should be facing... Sideways. What is that? My God. You ready for this? Oh, I've been ready for a long time. Okay, het avontuur wacht, jongens. Let's see what we got. We gaan de tomb in. Wauw, dat ze dit gewoon hebben kunnen bouwen. Ik weet dat het een computergame is, maar... It's a crypt. A crypt hidden behind a secret door? I assume the secret door was added afterwards. To hide his loot. Well, fingers crossed. Okay. Wat zullen we tegenkomen? Dit doet me een beetje denken aan het dode level van Uncharted 1. Dit doet me een beetje erg denken daaraan. Oh, oh, oh. Gang's all here. Hey. Jesus, Dismas on the left. Penitent thief. Guest is on the right. Jerk thief. Avery sure had a thing for St. Dismas, huh?
Well, Avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-British heathens. Guess that's what passed for good back then. Good enough. Okay. Dit is Jezus. Dit is de slechte dief. En dit zou Dismas zijn dan. Oké. Kijken wat we verder nog hebben. Oeh, een deur. Some kind of lamp. Hey, Smokey. Need your lighter over here. Smokey. You know, that hurts my feelings. Not as much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. Isn't that something? Moet je kijken, dat lichteffect ook. Geweldig. The light's coming from the other side of the wall. Let's see here. Oh. Moeten we hier iets matchen of? Ah, I can aim the lights. Oh. I'm loving this. Oh, nu snap ik het. Hey, here we go. Okay. I think you got that one. Dematched. Het moet zo, denk ik. Oh, connect the dots. Voor mij hebben we hem bijna. Ja. Oké, nou de laatste. Dit is pas een manier om een deur open te maken, jongens. Nathan, that's it, you got it. Ja, en nu dan? Oh. Het is een sterrenbeeld, wat ik zie. Looks sterrenbeeld. Like a constellation. Zie je, hij zegt het ook al. That's Libra. The scales of justice. That's an interesting choice for a bunch of pirates. Mm-hmm. Okay, let's give this a shot. Open sesame. Whoa, what is that? Treasure. Shush. Well, nice view. No treasure, though. No, but look, you see those crosses? Yeah. Hey, is that a cave right below? Yeah, I think Avery's trying to tell us where to go next. There's one problem, though. Going back that way means we have to go back toward the cathedral. And back towards Rafe. Shit. Well, let's not keep him waiting. Dan meen je niet. Moeten we nou helemaal weer terug? Oké. Ik neem aan dat we dan dit pad moeten nemen. En dan komen we zo Rafe wel tegen. Even kijken, dit vind ik zo gaaf, kleine details, dat hij dan de muur aanraakt. Heerlijk. Ik bedoel, zo kan je echt, hier? Nee, hier doet hij het niet. Ja, hier deed hij het, maar dan is het net echt een mens, weet je al, geen computercharacter. Even kijken. Oh, shit. Huurlingen. Open the gate up there. Good, because that's the way we gotta go. I follow my lead. We gaan er gewoon langs, jongens. Proberen. Kijken of we er helemaal stealth langs kunnen. Zou dat helemaal kunnen? Helemaal in stealth? We moeten wel voorzichtig zijn, hoor.
zou in theorie kunnen. Even kijken. Ik vind het leuk om in stealth te gaan. Dat deden we niet goed. Dat deden we totaal niet goed. Nee. Man, we moeten even overleven hier. Oké, we hebben hem. Oké, die is down. Hem op. Come on. Shit, wegwezen. Ze komen. Waar zit hij dan? Hij is gewoon net daar vandaan. Een heel leger. De mensen er boven uit gaan, dus klim ik even hierop. Het zou mij niet raken, vast hier. Je had gedaan landen op de grond. No. Oh, wat zei ik? Lol. Oké. Shit, zit er nog eentje boven? Zeker of niet? Nee, valt er mee. Oké, Sam, waar zit hij? Sam, tell me. Let him go, damn it! Yeah, keep doing that. Hey, good timing. Nice, dankjewel. Okay. En dat waren ze, volgens mij. Well, that could have gone better. We're still breathing. That's good enough. Let's just get that gate. Ze hebben in ieder geval de poort geopend voor ons. Ready? Dat is aardig. Kom, Sam, dan gaan we weer. Okay, go. You holding up? Great. I was kind of hoping to find the treasure back there, but you know, it's never that easy, right? That's been nope. My experience. Plus, there was that cool constellation thing. Yeah, it was cool. Okay, 86 ammo. We gaan deze kant op. Naar het kathedraal toe. Nou hoop ik dat er niet te veel tegenstanders zijn, dat we niet oneindig hoeven te vechten. Dat is altijd wel een dingetje geweest in de Uncharted, hoor jongens. Hierheen. Vooral in Uncharted 1 was het echt ongelooflijk hoeveel piraten je kreeg op een gegeven moment. Toen waren piraten je tegenstanders. Pretty spectacular. Right under that high cross. That's where Avery wants us. Well, what Avery wants, Avery gets. Chip,
What's your status? Hey, Sully. We're on the trail, but the treasure's closer to the cathedral than we originally thought. Oh, boy. So what do you need me to do? Just keep those engines warm. We'll be back before too long. You got it. Keep me posted. Will do. Oké, dan mogen we weer terug. Even. I hear him. Oh, daar. Pakken we ze of niet? Real Ancia. You of all people should appreciate the downtime. Nobody wants another Port Moresby on our heads. How about don't talk if you weren't there, eh? Everything's called a massacre nowadays to generate fun. We don't need that kind of press. We don't need rival companies stepping into our jobs. You know what? Forget it. Why'd you bring it up? What have we here? Forget it. Whatever. Very piratey. Nee, dat doen we niet. Ik wil hem ook een keer gebruiken hoor. Dat doen we ook nog wel een keer in deze. In de game. Moet je kijken. Het ziet er toch geweldig uit. Alleen ja, met twee kogels. Dat is een nadeel. Hé, hey, wat is dit? Oh yes. Ons derde schat. Of tweede schat eigenlijk, die jullie gezien hebben. Ik heb ook nog een tweede schat gevonden. Zelf. Dus het is eigenlijk technisch gezien is dit het derde schat. Maar die schat die, heb ik eruit geknipt. Dat was in het vorige deel trouwens. Even kijken. We moeten die patrouille zien